De voorzitter van de Russische Voetbalbond, Alexander Djoukov, heeft uitgehaald naar het Nederlands rechtssysteem. Dat deed hij na een vraag over Quincy Promes, de tot zes jaar zelf veroordeelde voetballer voor drugsmokkel. Eerder werd hij ook al veroordeeld voor een steekpartij. Promes is actief voor het Russische Spartak Moskou en zit momenteel in Dubai. Hij zou daar vastzitten nadat hij zou zijn gevlucht na een verkeersovertreding. We gaan hierover verder praten met misdaadverslaggever John van den Heuvel. John, never a dull moment met Quincy Promes. Nee. Uh, wat zegt dat dat de voorzitter van de Russische voetbalbond ja, kritisch, sceptisch is over het uh, Nederlandse rechtssysteem? Ja, daar, daar zou ik van alles over kunnen zeggen. <laughs> maar uh, het is wel heel bijzonder dat iemand die iets zegt over een, uh, over een rechtssysteem in een ander land, uh, uit Rusland afkomstig is, ja. waar we inmiddels ook wel het een en ander van weten. Dus uh, ik denk dat we daar niet te veel waarde aan moeten hechten. Nee. Veel interessanter is wat hij zegt over, uh, ja, over de club Spartak Moskou. En, en over het wele, bepalen wel of niet of Promes daar speelt. En uh, hij heeft zelfs een opmerking gemaakt, heb ik begrepen... over het feit dat uh, uh, voetballers, dus kennelijk gelukkig ook voetballers in uh, Rusland... een voorbeeld moeten zijn voor de jeugd. Ja. nou ja dan zou Heeft het... hij een Quincy Promes? goede, toch? Ja, dan heeft hij een uh, hele goede. Als dat het voorbeeld is voor de Russische jeugd, uh, dan uh, is dat niet best. Nee, uh, aan één kant... Is het positief dat denk ik, uh, officials van de club zich nu eens uitlaten over, uh, over wat hier allemaal gaande is? Het is in ieder geval een topic. Het is een topic, uh, er wordt over gesproken. Het opmerkelijke is ook dat onze collega's van de sportredactie ook wel geïnformeerd worden door Russische collega's, dus Russische sportjournalisten. Dus uh, die persvrijheid uh, in uh, Rusland, die dan kennelijk erg onder druk staat, nou, die geldt dan misschien in iets mindere mate dan, uh, dan voor sportverslaggevers. Ja. Uh, er wordt wel informatie uitgewisseld. Dus uh, ja, het is wel een, een, een gespreksonderwerp in uh, Rusland. En ja, en volkomen terecht natuurlijk. Ja. Kijk, ook daar uh, zullen ze wel op de hoogte zijn van de precieze verdenkingen en inmiddels veroordelingen in de richting van Quincy Promes. Ja. En ook als je daar uh, te horen krijgt of te lezen krijgt als clubbestuurder, dat een van jouw spelers is veroordeeld voor grootschalige cocaïne transporten of betrokkenheid bij, uh, bij transporten, ja. uh, wit het neersteken van een familielid. Ja, dan neem ik toch aan dat dat nog niet echt als een aanbeveling is. Nee, en als het andersom zou zijn, dan zou iemand in een Nederlandse betaald voetbalorganisatie waarschijnlijk niet opgesteld worden, in het buitenland veroordeeld. Maar hij zegt, de voorzitter, ja het is een club om te bepalen of hij wel of niet speelt. Ja, nou ja, daar zal hij misschien gelijk in hebben. Ook in Nederland is het zo dat op een gegeven moment de technische staf bepaalt wat er met de spelen gebeurt. En ik kan me ook nog herinneren dat in die periode Frank de Boer, uh, ja. uh, bronscoach was hier, dat de KNVB eigenlijk zoiets had van, ja, wat, wat moeten we hiermee? Maar dat uh, Frank de Boer zegt, ja, hij is, hij is nog maar verdachte, dus ik stel hem gewoon op of ik selecteer hem gewoon. Ja, ja dat is in Nederland niet veel anders. Uh, het bijzondere vind ik meer dan nu in, in alles wat we zien in Dubai, hè, wat daar gebeurt dan wordt hij wel of niet uitgeleverd en welke rol speelt Rusland daarin? Ja, er zou een is, hele is een raar soort vertraging is er gekomen. De rechter, die kon, die kon niet of wat, die was verhinderd. Het is volstrekt onduidelijk en ik probeer daar ook wel achter te komen uh, via allerlei justitiële kanalen wat er nu precies gaande is in uh, Dubai. Ik weet dat er achter de schermen wel degelijk gewerkt wordt door uh, justitieautoriteiten in Nederland om hem uitgeleverd te krijgen. Ja. Uh, dat gebeurt in absolute stilte, want het laatste wat men wil is uh, om, om bijvoorbeeld Dubai te, te schofferen of iets dergelijks, om daar publiekelijk iets over te zeggen. Maar er is wel grote zorg. Er is een uitleveringsverdrag met Dubai. Dat is nou vrij de eerste artikelen zijn geheim, hè, geloof ik. Uh, ja, maar, maar het, het staat wel vast dat er uh, mogelijkheden tot uitlevering zijn op het moment dat iemand verdacht wordt van een ernstig strafbaar feit of veroordeeld is. Nou, dat is eigenlijk bij Quincy Promesse uh, in beide uh, situaties eigenlijk het geval. Dus, dus formeel gezien, juridisch gezien, zou er geen reden moeten zijn om dat uitleveringsverdrag af te wijzen. Maar ja, het, het gaat allemaal heel traag en uh, sloom en het zou wel de vraag oproepen op het moment dat het nou niet gebeurt. Dus dat Dubai op een gegeven moment zegt nee, we laten hem weer terugkeren naar, naar uh, Moskou. Ja, wat is dan nog zo'n uitleverdrag waard? Ja. Dat, dat kan dan eigenlijk gewoon in de prullenbak gefrommeld worden. Want dat stelt niks voor. Zo'n verdrag is nou bij uitstek bedoeld om in situaties als deze te, te uh, fungeren als ja, een soort hefboom om iemand die veroordeeld is uh, in, uh, in eigen land om hem daar ook te krijgen. Ik was, ik was vorig jaar in Dubai en toen schrok ik me te pletten hoeveel Russen ik daar hoorde. Ja. Zou, zou de, de sheikh Mohammed, de heerser van Dubai, niet als de dood zijn? Wat er dan met Russisch geld zou gebeuren? Nou, het, nou ik, ik weet niet of het zo ver zou gaan dat als hij uitgeleverd wordt, dat dan plotseling allerlei Russische investeerders uh, zich terug zouden trekken. Ja. Maar het gaat veel meer om beeldvorming. En Rusland, voor Rusland, uh, de Russische politiek, dus niet zo eens, zozeer de financiële markten. Voor de Russische politiek is het natuurlijk buitengewoon pijnlijk. Uh, althans, zo ja. zou het kunnen worden uitgelegd als uh, een speler van Mos Spartak Moskou... naar het uh, vervoerde Westen wordt uitgeleverd. Dus, ja. uh, en, en je hoort ook wel een beetje van Russische journalisten... dat zij dat ook echt wel zo zien, dat uh, als het niet zo zou zijn dat Promes wordt uitgeleverd... dat dat uh, ja, in, in een soort van moreel, vanuit moreel oogpunt als een overwinning van, uh, voor Rusland wordt gezien. Ja, dus het is uiteindelijk, als het puntje bepaald komt bijna een bewijs spreken, een soort Poetin zelf... Die gewoon wil uitstralen van de jongens, zolang het Russisch is, blijven met je poten vanaf. Het is een wedstrijdje verplassen geworden. Ja. Op het moment dat uh, Promes gewoon terug kan vliegen naar, uh, vanuit Dubai naar Moskou, dan zal Moskou zeggen: van, Nou, zie je, wij hebben toch wel gewoon zoveel invloed in Dubai dat we dit voor elkaar hebben gekregen. En als Nederland hem erin slaagt hem uh, uitgeleverd te krijgen. Ja, dan is dat een opsteker voor Nederland. Want dan uh, kun je in ieder geval laten zien nou, dat het en al die eindloze besprekingen die daaraan vooraf zijn gegaan. Ja, die hebben in ieder geval gewerkt en die hebben effect. En het blijkt dat dat verdrag ook in de praktijk werkt. Maar, maar, maar Ik, moet, er het iets allemaal, gaat ik moet het allemaal nog gaan zien. Ja. Ja, de, wanneer er iets gaat ik gebeuren? Heb ik heb vanmiddag nog contact gehad uh, met het OM. En ja. en ja, ze zwijgen als het gaf, maar ze zeggen wel dat er wordt hard gewerkt Nou, dat mag je hopen uh, bij het OM, maar. Of dat uh, daadwerkelijk op korte termijn tot concrete resultaten gaat, gaat leiden, dat uh, gaan we zien. Maar er moet wel iets gebeuren, want hij zit daar niet uh, oneindig natuurlijk. Nee, we gaan het zien. John Van Heuvel, dankjewel.